Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven de oostelijke helft van het land en brede opklaringen boven de westelijke helft en boven Limburg. De wolken boven het oosten die trekken naar Duitsland weg, maar lokaal kan er al wel een buitje vallen. Maar de zon die schijnt vanochtend op de meeste plaatsen toch enige tijd. Later vanochtend en vanmiddag neemt vanuit het noorden de bewolking weer toe en dan kunnen er meer buien vallen, maar ook dan breekt nog van tijd tot tijd de zon door. In het noorden wordt het zo'n 17 graden, in het midden en zuiden 20 en in Limburg misschien zelfs 23 graden. Vanavond trekken de laatste buitjes weg en klaart het op en temperaturen liggen dan zo rond de 14 tot 16 graden. De wind waait trouwens uit het noorden, die is meest matig 3 tot 4, aan zee af en toe windkracht 5. Morgen hebben we minder last van bewolking, de zon schijnt geregeld en er valt nog slechts lokaal een bui. Temperaturen moeten wel iets inleveren, het wordt zo'n 17 tot 19 graden. Donderdag gaat het kwik weer omhoog, ook dan blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Plaatselijk wordt het zo'n 22 graden. Ook vrijdag temperaturen boven de 20 graden, later op de dag neemt wel de kans op buien weer toe. En dat geldt ook voor het weekend, ook dan schijnt de zon, maar er vallen ook enkele buien. Ik ben Michiel Severin van